Hi allemaal. Hoi. Mijn middelste dochter en ik gaan deze hairchalk uitproberen. In mijn laatste shoplog video voor de Action liet ik deze hairchalk zien. En vervolgens kreeg ik vaak de vraag of ik wil laten zien in de video of dit wel werkt of niet werkt. Nou, dat willen we graag doen, dus ik ga hem openmaken. Zo komt het uit de verpakking. En op de achterkant staat raadpleeg de instructies. Nou, ik heb mijn best gedaan, maar ik kan geen instructies vinden. We hebben in ieder geval wel al dit opengemaakt. En je kan het dus, als je hier aan draait, kan je het naar boven schuiven. En voor als het op is. Voor als het inderdaad minder wordt. En we hebben eraan geroken. En waar ruikt dit naar? Die roze en paarse ruikt hartstikke zoet. Deze ietsje minder, daar ruik ik niet echt zo heel veel. Het ruikt wel lekker. Ik vind die roze en paarse lekker. Ja, maar het is niet dat je niets ruikt. Het is vage geur, maar je ruikt wel iets. Nou, ik ben heel benieuwd of we het gaan krijgen zoals op het plaatje. En ik denk het eerlijk gezegd niet. Alleen, ik weet niet hoe je het erin moet doen. Nee, dat weet ik ook niet, want er zit geen gebruiksaanwijzing bij. Maar ik denk gewoon een plukje pak en het dan zo eroverheen gaan doen. We gaan het gewoon even uitproberen. Het valt mij heel erg mee. Ik heb nu de roze en de paarse. Ik pak een plukje vast. En ga met het krijt, de chalk, over het plukje. En dan zie je de kleur er toch wel goed opkomen. Maar werkt het goed? Ja, ik ga het je zo meteen laten zien. Dan zal ik de video terugspelen en dan Yay. Kan je het zien. Maar het geeft echt wel je ziet heel duidelijk. Werkt beter dan ik dacht. Je ziet alleen wel, het zit een beetje kleverig dat het er zo in zit. Maar misschien als je dat een beetje doorkamt. Nou. Boven verwachting. Een ander kleurtje uitproberen. Dit was de roze. Nu de paarse. Die is iets donkerder. Ik denk dat die paarse beter geschikt is voor licht haar. Omdat die donker is en ik heb ook een beetje donker haar. Ja, je hebt niet heel donker haar. We moeten eigenlijk zo meteen even je kleine zusje erbij halen. Die heeft donkerder haar dan jij. Ja, kleurverschil is minimaal in de video, maar toch wel te zien. En nu pak ik blauw. Blauw is een van mijn lievelingskleur. Het is wel een beetje kleverig, dus je moet het wel uitwassen voordat je zo meteen kan gaan douchen, want die moet je niet mee gaan slapen, want dan vind je het op je kussen. Ik wou het net gaan vragen of je ermee kan slapen. Nee, het lijkt me geen goed plan. Mag ik het morgen in? Ja. Yes. Naar de hockey. Ja. Zodat mijn vrienden kunnen zien hoe mooi mijn haar is. Je streek, kijk, blauw is. Ja, je kan niet kijken. Ik zal je zo laten zien. Blauw is ook goed te zien. En dan nu oranje. Ik denk dat die oranje niet echt zo goed te zien is. We gaan het uitproberen. Maar het is wel geinig. Als je een keer even wat anders wil in je haar. Het is wel grappig. Je ziet Heb meestal een staart en nu heb ik eindelijk gewoon een keer kleuren. Heb ik geen bruin haar. Ja, die oranje vind ik niet zo mooi. Ja. Het is net alsof je kauwgom in je haar hebt. Nee, oranje is geen succes. Dat vind ik de minste. Maar die roze vind ik leuk. Blauw is leuk en paars is leuk. Zullen we nu je kleine zusje erbij halen? Ja. Nu zien jullie het haar van mijn jongste dochter in beeld. En het lijkt in dit licht lichter dan normaal. Ook weer de blauwe is vrij goed te zien. Hier zien jullie een klein beetje oranje erdoor. Het is lastig om één kleur te gebruiken, omdat ze zo naast elkaar zijn. De roze is goed te zien. Dit is een beetje paars. En ja, het is wel grappig. Je kan echt wel een kleuraccent aanbrengen. Alleen zoals je ziet, ziet het er wel, het zit ook op mijn handen, ziet het er wel heel kleverig uit. Voor een feestje is dit wel heel leuk. Ja, jij vindt het heel erg leuk, hè? Ja, dan kan je het in je haar doen. En zondag heb ik een feestje, dus. En wil je dit in je haar? Ja. Ja, ik vraag me af of we niet hetzelfde resultaat bereiken met crêpepapier, wat je nat maakt. Maar waarschijnlijk gaat dat er moeilijker uit, omdat dit echt voor je haar is bestemd. Ja, dat zou kunnen. Ik weet ook nog niet hoe dit eruit was. Dat zal ik in de beschrijving zetten. Als je hier in ieder geval zo met een kam doorheen gaat, dan
haal je het meeste weg. Haal je het meeste weg. En dan is ook dat kleverige effect meteen wat minder. En dan zie je toch nog wel een beetje van die kleurtjes. Nou, wat vinden wij ervan? Ik vind het leuk. Jij vindt het leuk. Het was trouwens, ik heb voor je gecheckt, €1,99, 2 euro. Nou ja, niet heel goedkoop. Maar het is ook niet dat het meteen op is of zo. Want ik heb nu een paar strepen gemaakt en ik heb nog steeds heel veel krijt over. Wat vond jij ervan? Leuk. Leuk. Je hebt het nog ineens goed gezien, meisje. Ze heeft mijn haar wel gezien. Ja, ze heeft jouw haar gezien. En zij heeft ook wel geroepen. Kijk, hier kan je zien dat je dan al snel van die klontjes erin krijgt. Maar dat heb je dan ook wel weer zo weggekant. Wij gaan deze video afsluiten. Ik hoop dat je iets aan deze review gehad hebt. Mijn dochters vinden dit dus heel erg leuk, toch? Ja, alleen zijn er ook andere kleuren. Welke kleuren zou je willen hebben dan? Ja, bijvoorbeeld groen. Groen, ja dat klopt. Groen mis ik wel. Geel. En geel. Ja, voor zover ik weet zijn er geen andere kleuren. Maar misschien heb ik verkeerd gekeken. Nogmaals, mijn dochters vinden dit dus heel erg leuk. En ik vind het... Niet zo. Nou ja, ik vind het jammer dat het een beetje kleverig in het haar terechtkomt. Wat wel boven verwachting lukt is het aanbrengen van de kleurtjes blauw en roze. Oranje niet zo en paars ging ook wel aardig. Dank jullie wel voor het kijken en tot in de volgende video. Dag! Dag!